Nee, serieus? Ja, ik had je gewaagd. Jij gaat nu zelf heel ver gegaan. Ja. Welkom dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Remy en Marinho. En jullie zien het alweer natuurlijk, we hebben hier een nieuwe vader in onze midden. Daddy yo, daddy Daarom yo. Daarom hebben we wat koekjes hier zo, wat koekjes, wat gevulde koeken en wat stroopwafels. En je weet Remy, ja. Thee en koek is mijn ding. Thee en koek. Thee en koek. We houden ervan. Thee en koek. Yeah. Over de tv of een film, weet je, en voordat die eerste actie is begonnen in die film, is dat op. Is dat op. Maar dit keer is het thee, hebben we vaak, maar hebben we koek ter gelegenheid van onze verse papa. Ja. Munir hoort bij ons nu, Remy. Munir hoort bij ons. Ben nu een part of the daddy crew. De daddy crew. Man. Gewoon, Remy vecht hem nog steeds met zijn man, ik zit op mijn microfoon. We zijn Remy is eerst laat, dan dit, dan dat. Jullie zien, hij heeft zijn korte broek nog aan. Gewoon, even. Jij hebt verloren met padel. No. We hebben net gepadeld. Dat is onze nieuwe hobby, onze nieuwe hobby. Ding is fucking leuk, man. Dus, vertel. Maar wist je nog toen ik tegen hem zeg van, je moet gaan padellen? Ik dacht meteen, is een sport voor sukkeltjes. Ja. Ja. Maar nu doe ik mee. Ik ben hier en daar, hier ben ik een sukkel omdat ik af en toe verlies, maar het is wel heel leuk. Ja, het is fucking leuk. En verslavend ook. Ja, maar je moet echt vaak doen, want ik merk nu merk ik dat ik het echt, weet je, vaak heb gedaan en zo. Dan kom je telkens beter erin. Ja. Ik ga niet te lang kijken naar die stroopwafel. Maar die stroopwafel is echt Remy's ding. Ja, die kanjers. Remy maakt geen grap met die. Kanjers maakt Remy geen grap met. Echt lekker, die zijn echt lekker. Ja. Oké, okay, maar ondertussen zijn wij stil. We eten even onze stroopwafel. Vertel. Hoe is het gegaan? Ja, het is alhamdulillah is goed gegaan. Alles is goed gegaan. Alles is wel. Ze is gezond. Die koekjes zijn ook natuurlijk op haar gezondheid. Ja. En we mogen niet klagen, man. We genieten gewoon heel erg veel van haar. En het is gewoon een beetje aanpassen, wennen. Je leven verandert wel een beetje, echt. Ja. Want en welk op je? Gewoon dat je echt nu... je bent echt bezig met het kind. Je bent echt continu bezig met het kind. Gaat het goed? Maar vooral in de eerste week was ik echt... Je was echt, gaat het goed? Slaapt ze goed? Krijgt ze genoeg eten? Als ze huilt, dan denk je van... waarom huilt ze? Heeft ze last van iets? Of heeft ze honger? Het zijn allemaal vragen die maar... je moet haar gewoon beter leren kennen. Dat is het gewoon. Je op een gegeven moment leren kennen. Denk ik bij zo, okay. En hoe gaat het met je vrouw? Ja, ook goed. Ja? Ook goed. Ja, ook goed. Het was een snelle bevalling, dus... dus we mogen echt niet klagen. Nee. En hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het goed. In de eerste week was het wel even... eerste week was ik echt even wennen. Mm-hmm. Je hele schema... Want ik was echt goed in de rit. Ik was aan het trainen... ik had gewoon werk, dus mijn schema die veranderde gewoon uit het niets, bab. Dus het was geen trainen, mijn voeding was ook gewoon goed. Ik had 3 keer, ik lette op mijn voeding en op een gegeven moment ging alles gewoon weg. Niet meer trainen. Je bent niet meer de baas. Ik ben niet meer de baas, ik ging niet meer trainen, mijn voeding was gewoon niet meer goed. Ja. Maar dat was gewoon, dat is gewoon even wennen. Maar het was echt even wennen in het begin. Maar hij heeft nu al 2 op. Ik heb mijn hou van Remy, gaat naar zijn derde gewoon. Nee, goed man. Echt, nee, ze gaat supergoed en we mogen niet klagen, man. Dus wat ik zeg, we genieten gewoon heel erg veel van erin. En wat ze zeggen van want ik vind dat, ze zeggen het is een cliché, maar ik vind het niet zo. Vaak zeggen ze van geboorte mooiste van een kind, maar de geboorte is niet het mooiste. Nee. Ik ben het 100% met je. Ja. Het mooiste is straks, weet je. Ja. Het lopen. Ja. Dingen van jezelf herkennen. Ja. Contact hebben. Praten met ze. Je leert ze dingen en dat komt dan ook uit en dat soort dingen. En helemaal voor een man. Kijk, die vrouw heeft al 9 maanden een soort van voorsprong, die connectie, weet je. Ja. Ja. Voelt kindje in de buik en alles, weet je, dagelijks. Maar wij lopen in het begin al een beetje erbij. Ja. En in het eerste jaar, kind ligt. Ja. Kind doet even zo. Hé, kijk, zag je dat? Weet je? Terwijl je denkt bij van, het was alleen maar een beweging. Maar na zo rond het 1,5 jaar, 2 jaar, dan zie je die connectie. Het kind begint te praten, lopen, weet ik wat allemaal. Ja. En hoe ouder het kind wordt,
des te meer je elkaar gaat begrijpen en meer van elkaar gaat houden en alles. Natuurlijk hou je nu al van je kind. Maar nu heb je meer het baden wat leuk is. Ja. Het simpele dingetjes. Het is nu ook gewoon heel zakelijk hoor. Je geeft haar eten, je legt haar in bed. Ze doet haar ding. Het poept op tijd, plas op tijd, weet je, helpt op tijd. En af en toe heb je er vast en dan lacht ze nog. Af en toe lacht ze. Ja. Ze lacht. Ja, dus. Ja. Hoe zijn je ouders eronder? Ja, goed. Echt supergoed. Dus ze zijn voor het eerst... Voor het eerst opa en oma. Hij maakt nu mee. Wat elke vader zeg maar meemaakt. Maar dat toen we naar Glory gingen, hadden we het erover toch? Zijn moeder belt nu. Zijn moeder vast. Wat die kleine. Die kleine. Je bent niet meer belangrijk. Nee, je moeder denkt niet meer. Hey, hoe is het met jou? Nee, dat telt niet meer. Dat telt niet meer. Je bent plaats twee. Echt gelijk als ze zegt. Eindelijk plaats drie. Want hoe is het met jou? Hoe is het met je vrouw? Weet je? Nee. Hoe is het met je kind? Hoe is het met je vrouw? En dan jij. Juist. Nee, superleuk. Ook voor hun. Het is ook nieuw. Dus we genieten er volop van, man. Jongen, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Maar in principe was je al een beetje vader. Ja, je weet het. Toen ik 16 jaar was, was ik al een PC. Ja, die man komt met Walid. En zijn broertjes en zo. Dat is sportschool. En zo naar die boys. En zo naar die boys. Ja. Oké. Ja. Dus dat weekend hoeven we niet te bespreken. Want weekend was pang. Weekend was dik. Weekend was pang. Heb je thee snel, man, Mario? Ja, maar geen grappen, hè? Thee en koek, Ray. Zo! Dus, hey. Echt. Hij mag echt geen grappen. Hij mag geen grappen. Vroeger was het gewoon nog een keer een kan thee. Die kano's, toch? Die goedkope, toch? Ray, weet precies. Die goedkope kano's. Ah, en weet je, die kano's, kijk. Want je hebt die kano's heten ze, maar dan die zitten onderaan de schappen. Die kosten bijna niks. Ja, het is gewoon €1 of zo. Gewoon beneden. Krijgen vijf koeken. Vijf grote koeken. Zo, fucking grappig is dat, joh. Met spijs erin, met spijs. Ja. Maar we gaan... let's talk glory. Even. Wat? Sorry, mensen. Die padel. Nee, is die thee. En die hoodie. Ja. We wilden die marketing straks erin gooien. Binnenkort de 100ste aflevering. Dus ja, binnenkort. Ja, we gaan wel met de actie komen. Sowieso. Waar jullie je betrokken kunnen voelen. Ja. Weet je, we gaan wel met de actie komen. Oké, wat gaan we doen? Luister, dan gaan we comments. Kijk, vorige keer, na Glory doen we eigenlijk nooit comments. Dat klopt. Maar er waren zoveel comments. Nee, laat me het anders zeggen. Er waren comments over comments dat we niet de comments doen. Begrijp je nog? Ja, er waren comments over comments dat we niet de comments doen. Juist. Ja, dus, maar wat gaan we doen? Gaan we nu een paar doen? Of? Neem drie comments. Maar dan moet je echt drie comments nemen. Maar echte comments. En niet comments die alle drie op elkaar lijken. Ja. Maar jullie willen me direct gaan kraken als er iets gebeurt. Direct gaan we je kraken. We staan te wachten om je te kraken. Oké, let's go. Ik ga even zoeken. Ik heb wel een stuk of 6. Je moet ze al in vizier hebben, niet nog gaan zoeken. Want jouw zoeken duurt vaak minuten lang. Ja. Gaan ze je vuren. Oké, deze goeie. Dit is een goeie. Van wie is die? Deze is van Yvonne. Mm-hmm. Ook een dame. Yvonne, ik vind het altijd leuk als ze dames ook hebben, weet je. Dames, maar wel met goede comment. Ja, goede comment. Ja. Dus niet omdat ze een dame is. Nee, begrijp het is je? Ook, het is elk, Yvonne, het is ook echt een goede comment. Luister. Glory heeft nu een semi-statement in een interview met Videoland gegeven dat Jamal niet mag vechten vanwege zijn privéomstandigheden. Waarbij sterk gehint werd op de criminele verdenkingen. Ergens snap ik dit. Echter is hij voor de eerste veroordeling in hoger beroep gegaan, wat nog wel 2 jaar kan duren. En voor het tweede wordt hij niet eens in de dossiers genoemd. Wil Glory hem dan nog minimaal 2 jaar niet inplannen in afwachting van het hoger beroep? Mits zijn enkelband verwijderd wordt natuurlijk. Andere veroordeelde vechters mochten ook de ring in. Dus deze verklaring kan ook weer de prullenbak in. En dan roept Glory ook nog dat Rico niks beslist binnen Glory. Terwijl Remy in deze aflevering alleen al vertelt dat dat wel zo is. Zoals de persconferentie. Met die persconferentie, weet je wat ze bedoelt? Nee. Dat we waren een keer waren we niet uitgenodigd, toch? Toen waren we niet uitgenodigd, ja. Kijk, ik moet eerlijk zeggen. Ik snap wel wat Yvonne zegt.
Kijk, aan de ene kant snap ik Glory, want ze komen nu met een statement. En ik zeg eindelijk. Ja, eindelijk. Eindelijk en gelukkig. Eindelijk en gelukkig komen ze met een statement. Heb je die statement gezien? Ja. Ja. Dus oké, ze komen eindelijk met een statement waarin ze uitleggen van oké. En ik vind het wel, die statement snijdt wel hout. Ja, hij snijdt zeker hout. Kijk, weet je wat het is? Tuurlijk had hij wat dieper gekund en tuurlijk had hij wat nog verfijnder gekund. Nee. Alleen ik denk wel dat ze dit soort dingen wat vaker moeten doen. En waarom? Als je, dat heb ik wel vaker gezegd, als je geen antwoord hebt van deze partij, yeah, dan ga je denken van ja, maar waarom niet? Waarom komen ze niet met een statement? Yeah. En dan ga je speculeren. Toch? Ja, ja. Maar nu komen ze met een statement en dan komen ze met een verhaal waarvan ik denk van nou ja, daar zit wel wat in. Want als zij moeten gaan investeren, als zij hem bekend moeten maken, hij vecht. En vervolgens komt er een uitspraak, kan hij in één keer niet vechten, dat kost gewoon geld. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Hoezo? Moet nee, klaar. Nee, man. Ik heb hem helemaal bekeken? Ja, ik heb hem helemaal bekeken. Ik vind het een beetje zwak. Als ik eerlijk mag zijn. Maar vind je het zwak? Van Glory. Van Glory. Ja. Stel. Ja. Je staat op een neutrale plek. Ja. Nu sta je niet neutraal. Je kan niet objectief kijken, of wel? Jawel, ik kijk gewoon objectief. Ik kijk gewoon puur objectief. Als ik gewoon kijk naar wat de feiten zijn, ook met Jamal. Kijk, ik snap natuurlijk dat hij zegt van ja, als er iemand veroordeeld is en al die dingen, dan weten we niet of ik... Maar dat... is bij Jamal, ja, het is niet echt het geval, vind ik. Hoe bedoel je? Want hij is toch veroordeeld? Kijk, hij is natuurlijk in hoger beroep gegaan. Wat ze zegt, het kan nog heel lang duren. Of het nou echt zo is, weten we niet. Of hij nou echt was gepakt, weten we niet. Maar ik denk zelf dat ze gewoon met hem die traject kunnen ingaan. En gewoon moeten met hem gaan vechten. Ja? Ja, dat denk ik gewoon. Ook al is hij ja, veroordeeld ten eerste. En ten tweede, hij is in beroep gegaan. Maar hij heeft ook nog een andere zaak lopen. Ja, maar kijk, zou je hem dan op je kaart zetten dat hij over 2 maanden moet vechten? Begrijp je dat? Kijk, ik begrijp wel wat Monier zegt en ik begrijp ook wat die Yvonne zegt. Want eerst dacht ik ook van, ja nee, goede statement. Ja nee, nu is het duidelijk, nu is het klaar. Ja nee, ik zou het ook niet doen. Ja. Maar aan de andere kant, net als wat Yvonne zegt, het kan nog wel 2 jaar duren. Ja. Gaat hij dan 2 jaar niet vechten? Ja. En aan de andere kant, het moet toch te plannen zijn? Ja, oké, ik ben even advocaat van de duivel. Ja, ja. Stel, ja. Kijk, want het is niet Glory zijn schuld, toch? Het is niet Glory zijn schuld dat hij die dingen tussen haakjes heeft gedaan. Nee, tussen haakjes zeg ik, hè? Nee. Dus zij zijn enigszins verplicht om hem te laten vechten, omdat hij contractueel vaststaat. Maar zij mogen hun eigen risico ook inperken, dus kleiner maken. Maar wat is het belangrijkste voor Glory? Dat zij events organiseren waar iedereen... zijn ding kan doen. Kan toch? Doen. Okay. Ja. Dus ook, los van wat er allemaal speelt, ook dat het beste gevecht en Jamal, dat los van zijn veroordeling. Ja, maar dat is too easy, omdat zij moeten ook waarborgen ten eerste hun geld en zij moeten kunnen waarborgen dat ze het waar kunnen maken. Ja, maar als er een klein dingetje eraan hangt, dan zou ik ook denken van... Dat kan je plannen, toch? Kijk, als stel je voor, jij bent veroordeeld of je zaak loopt nog, toch? Ja. Oké, ik weet niet of het zo is, hè? Maar ik kan het aan jou vragen. Oké, kijk Remy, jij gaat niet vechten, want jij hebt nog een zaak lopen. Ja. En ik kan een gala gaan organiseren over 2 maanden, maar dadelijk moet jij volgende week voorkomen en dan zit jij in voorrest. Ja. Gaat mijn hele gala niet door, flyers wat ik heb gedrukt, afspraken wat ik heb gemaakt, sponsordeals. Dat kost me allemaal geld. Check. Dan zou jij als Jamal zijn, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, kijk, weet je wat, daar heb je gelijk in. Maar mijn zaak, die komt pas over 4 maanden voor. En dan is de datum dat die op zijn vroegst voor kan komen. Dus tot die tijd ben ik een vrije vogel. Ja, oké. Dus hij kan doorgaan. Maar, kijk. En dan zeg jij, maar wat als hij dan niet doorgaat? Maar hij is wel veroordeeld. Dus... Hij is nog niet veroordeeld, maar hij is in hoger beroep. En bij hoger beroep kan je of vrijgesproken worden of... Ja. Ja. Hij kan verlengd worden of er komt een stempel op. Toch? Maar bij de eerste rechter is hij veroordeeld. Bij de eerste rechter is hij veroordeeld. Nee, want als hij niet veroordeeld was, kon hij niet in hoger beroep gaan. Ja. Dus hij is veroordeeld. Ja. Toch? Ja. Oké. Ik weet niet hoe het werkt, maar... Dat maakt voor een organisatie als
glory maakt het een onzekere zaak. En als je die onzekere kant weg wil halen, dan zeggen we, vecht niet. Want er staat ook, dat moet 100% in het contract staan, hij mag niet, hoe zal ik het zeggen, hij mag een soort van niet glory in discrediet brengen. Ja. Begrijp je? Ja. En als hij een, kijk, is net als je werknemer. Je hebt een werknemer en die doet iets voor fout, weet je, die doet iets fout. Of het nou buiten de zaak is of niet, maar het treft een werknemer van jouw tent, dan ga je ook zeggen, weet je, van, nou, hey, nee, maar dat ga klopt. Even op schorsing. Ja, maar waarom, klopt. Waarom zou, oké, dan ga ik nu gewoon naar de andere kant. Een UFC bijvoorbeeld. Ja. Waarom zou een Dana White met een John Jones werken? Die man heeft zijn vrouw geslagen, wapen in de auto. Nee, die man heeft heel veel dingen. Heel veel dingen. Nee, maar hij is uiteindelijk... Heeft ze zijn straf uitgezeten. Okay, ja, maar los, hij veroordeeld zijn straf uitgezeten. Ja. Is weer vrijgekomen. Ja. En toen is hij weer gevechten. Maar los van John Jones. Dat is het verschil. Ja, maar los van John Jones. Toen ik dat ding van Yvonne, hoe zij het brengt. Van, gaat hij dan 2 jaar nog niet vechten. Dan zelfs de kijk, het is goed dat Glory het heeft gedaan. Hè? Laten we daar... Wat heeft gedaan? Zo'n statement heeft uitgebracht. 100%. Want hebben ze tenminste iets gedaan. Maar achteraf zit ik dan denk, nou, die statement kon... best wel specifiek en sterker zeggen van oké, wij willen het risico niet nemen, want hij maar kan gaan dat zitten. Nee, maar dat hebben ze gezegd. Dat hebben ze gezegd van kijk, luister. Kijk, en ik probeer echt niet Glory te verdedigen wat dan ook. Ja, ik zit gewoon te kijken, weet je, van stel je voor dat ik in die positie zou zitten. Zou ik hem laten vechten? Met al die onzekerheden. Dan zou ik een soort van denken... Ja, maar is er een goed gesprek geweest tussen Jamal en... Dat zegt hij wel. Dat denk ik niet. Nee, wacht even. Dat zegt hij wel. Ja. En ik ga niet zijn naam noemen, maar ik heb een insider gesproken van het team. Ja. Die zei gewoon, hij is fit, hij is aan het trainen. En dat is het eerste waardoor ik dacht van... Hey, wacht eens even. Als hij fit is, hij heeft gewoon getraind en bla bla bla. Waarom vecht hij dan? En toen was... Glory nog niet met zijn statement gekomen. En toen zei ik meteen van, ja, wacht eens even. Dan kan hij gewoon toch wel vechten. Maar, en waar is Glory met zijn woordje? Maar ik denk ook niet dat Jamal heel gek is. Jamal roept gewoon dingen van, hé, laat me vechten. Hé, dit, hé, zus. Maar is het zo? Ja, maar... Is het zo dat hij kan vechten? Ja, want je kan natuurlijk via social media van alles gooien. Een beelden van misschien een half jaar geleden kan je ook op social media gooien. Het is wel gezegd door iemand die echt gewoon... Ja, het is recent. Ja. Maar ik denk niet dat er een goed gesprek is tussen advocaat, Jamal zelf... En Glory. Ja. Die gewoon de advocaat kan zeggen, luister, ik kan je garanderen. Hij gaat niet binnen nu en 3 maanden worden opgeroepen door de rechtbank. Kijk, als het of zo, iets in die richting. Wat luister, Monier, als het wel zo zou zijn, dan zou ik als Glory zou ik zeggen, van, nou luister dan, Remy, die moet voorkomen en ik heb Remy's advocaat gesproken en die weet het niet. Dus hij kan elk moment kan hij vast gaan zitten. Ja. En zo'n risico gaan wij niet nemen. Juist. Maar dat hebben ze niet gezegd. Nee. Ze hebben een soort statement van ja, het kan, het zou eventueel kunnen en het risico gaan we niet nemen en bababa. Ja. Nee, het moet strak. Gewoon, hey, luister dan. Hij kan... Ja. Glory is ook geen kleine jongen. Ja. Die heeft ook advocaten, die heeft ook juristen. Ik begrijp wat jullie zeggen, alleen... Die onzekerheden, dat kan ik nog niet. Daarom kan ik. Ja, maar die onzekerheden, die moet kunnen argumenteren en weghalen. Ja, door gesprekken met juristen en advocaten. Nee, ik begrijp wat jullie zeggen. Maar aan de andere kant, het is toch niet glorische fout? Nee, dat sowieso. Omdat het een beetje in... Ja. En ik ook hoor. Klopt. Dat, ik schuif het in glorious als schoenen van... Hey, waarom laat je hem niet vechten? Ja, terwijl hij al die dingen heeft gedaan. Begrijp je? Ja, nee, dat klopt. Nee, begrijp dat klopt. Je? En dat is een beetje waar ik een beetje mee zit. Van, kom op nou man. Ja, nee, we willen de sport schoonhouden en bla bla bla. Ga dan niet die rotzooi doen. Ja, maar dan... Ja, maar dan... Als er een vechtpartij is, als er ergens een vechtpartij is... Wij zijn met elkaar. Kijk, je weet hoe ik ben. Als mensen willen vechten met ons, zou ik zeggen... Hé jongens, kom, we gaan weg. Yeah, toch? Yeah. Als er een vechtpartij ergens is, zeggen we... Jongens, kom laten weggaan. We willen niet dat het ons treft. Maar ga je wel instappen, dan weet je dat er wat kan gebeuren. Yeah, toch? Yeah, dan weet je dat je werkgever morgen, als je met een blauw oog komt... Je staat in de krant, weet je? Dus je kan ook bepaalde dingen uit de weg gaan. Maar soms, sommige mensen kiezen ervoor om het risico te nemen om toch gepakt te worden. En daar heeft Glory... Kan Glory niks aan doen. Ja, nee, dat klopt. Maar dan als Glory zijn, dan zou je gewoon moeten zeggen... Luister dan. Zwart-wit. Kijk, in het Surinaams heb je een gezegde, toch? Krien Taki na Krien Libi. Ja. Toch? Ja.
in principe zou gewoon moeten zeggen, hey, luister dan, wij zijn Glory. Ja. Jamal, die kan elk moment kan hij gaan zitten. Of hij, weet je, ik zou het gewoon beren voor. Een soort van beren voor Jamal. Maar dat hebben ze ook gezegd. Nee, maar het is. Nee, maar het is. Het is meer. Ja, maar hoe hard wil je het hebben? Nee, maar gekaard. Het is gewoon een natte vinger in de lucht. Ja, we moeten. Ja, het is maar zo. We gaan geen risico nemen met Jamal. Eigenlijk wat hun hadden moeten doen. Gewoon echt Remy hadden moeten zeggen: hé, luister. We hebben met zijn advocaat gesproken. Zijn advocaat heeft gezegd: hij moet over 2 weken gaan zitten. En dan krijgt hij een veroordeling. Dan kunnen we geen risico met hem gaan nemen. Of ja, over 2 maanden. Ja, dan kunnen we geen risico met hem gaan nemen. Ja. Maar nu zegt hij van, ja, kijk, we kunnen geen risico. Dat snappen we allemaal. Dat begrijpen we wel. Ja. Maar is het daadwerkelijk ook echt zo? Want ik denk niet dat Jamal dingen zal posten. Ik denk niet dat Jamal dingen zal posten zomaar, random. Ja. En zeggen van, hey, ik ben klaar. En weten dat hij over 2 weken moet gaan zitten. Oké, maar wacht even. Maar wacht even. Maar waar zitten? Nee, voor de rechtbank, waarom, voor waarom, de rechtbank moet gekomen. Waarom post hij niet nog steeds wat dan? Ik heb het gevoel dat hij nu een soort van teruggeroepen is. Want anders zou hij nu ook wat gaan posten. Ja, ja. Hij is gestopt met posten. Ja, dat wel. Begrijp je? Hij is gestopt. Hij heeft 1 post eruit gegooid, of 2 volgens mij. En I'm ready, weet ik veel allemaal. Maar nu niks meer. Ja, dat geeft me een beetje het gevoel van, ze hebben een goed gesprek gehad. Ja. Ze hebben hem uitgelegd van, kijk, luister. Jij bent gewoon fok op. En we kunnen je niet neerzetten. Ja. Dus zoek het uit. Ja. Ja. Toch? Okay. Nou, het blijft een raadsel voor iedereen. Ja, okay. Maar laat denken wat jullie. Laat je comments achter. Heel goed gezegd. Ja. Volgende keer gaan we veel comments doen. Ja. Nou, cool. Ja. Even deze. Van SB Wolf. Onze Mattie. SB Wolf. Fight IQ kan je maar op 1 manier beschrijven. John Jones, dat zegt hij. Oké. En hij zegt, by the way, dat hij voor Glory had hij dit gepost. Hè? Ja. Mijn Glory, 94 picks. Hij zegt dat Sam Caceres wint. Die heeft hij goed. Ja. Poposi wint. Heeft hij goed. Bouganem, die had verloren. Hè? Ja, Bouganem verloren, ja. Bouganem had verloren. Ja. Die had hij fout. Serkan gewonnen. Mm-hmm. Had hij goed. Horta gewonnen. Mm-hmm. Had hij goed. Overmeer gewonnen. Had hij goed. Kroma gewonnen. Had hij goed. Smiley gewonnen. Hmm. Hij zegt daarna benieuwd wat het gaat worden. Ah, SB weet wel wat je hebt gebruikt. Hey, kennertje hoor. Ja. Kennertje. Ja, nee. Goed. Ja, SB Wolf. Kenner. Je hebt er een kijk op, ja. Hij heeft er kijk op. Maar luister Remy. Luister wat Saka zegt. Het Saka 010. Hij zegt, Marinho in mag je? Ik weet niet wat dat. Maar waarom snorkel je in de billen van Remy? Je mag ook soms een andere mening hebben. Is leuker om te zien. Maar hoezo pik jij die comment? Nu gaat hij met die statement komen. Toch? Ja. Nu ga ik hem vlammen. Nu ga ik Saka vlammen. Ja. Want Saka, je heet Saka, weet je? In het Surinaams is het een scheldwoord. Ja, Saka. Ja. Maar luister, ik kwam erop omdat ik had die van SB Wolf. En meteen daaronder kwam zijn post. Okay. Dus daarom viel het op. Het is op 1 bladzijde. Dus okay. Niet zozeer dat ik het heb uitgekozen. Yeah. Ik weet niet hoe hij daarbij komt. Want dat jij me in mijn billen snorkelt. Ja, maar als iemand een mening heeft en dat soort dingen, dan ben ik dat wel. Dan ben jij dat. Ongezout, eigenwijs. Mensen noemen me koppig vaak. Ja. Weet je, dus ik weet niet hoe hij daarbij komt. Ik weet niet hoe je erbij komt, Saka. Kijk, Saka, wat wel zo is. Remy en ik hebben wel vaak dezelfde kijk op bepaalde dingen. Ja, omdat we komen uit dezelfde buurt. We hebben dezelfde gedachten. Weet je, bouwjaar. Hetzelfde bouwjaar. Dus bepaalde dingen komen op hetzelfde neer. Ja. Saka. Ja. Nee, dus oké, dat. En even kijken. Nog eentje? Pak een goeie. We houden nog op een discussie. Net. Dat is wat bij die van Yvonne. Ik heb wel veel langer, man. Oké. Maar ik ga het voor Mike opnemen, Mike Passanier. Want anders gaan mensen bepaalde dingen ook weer denken. Shoot. Winston, 1976, het bouwjaar waar we het net over hadden. Is een Winston? Winston moet maar een goede zijn. Remy is nog 69? Kijk deze man. Maar als ik uit 1960 kom en ik zie er zo uit.
Dan gaan mensen vragen, wat neem je? Doktoren gaan me opensnijden. Ja, wat doet Remy? Ja, ze gaan me vangen en opensnijden. Van, en misschien kunnen ze een doek ervan maken. Oké, okay, Winston 1976 zegt... alle we zijn nog niet eens begonnen. Luister hier. Alle vechters die naar Mike gaan, worden ineens veredelde boxers. Ook Mike mag leren dat het totale plaatje vechten, stoten, knieën en trappen zijn. En ik hoop het ook echt voor Abena. Maar boksen is een heel ander spelletje. En denk niet dat hij het zal redden. Hoe oud is Abena nu? Abena is ook jong, hè? Ik denk 25, 26. Abena is jong. Abena ja, maar hij moet nu nog met de record gaan beginnen, hè? Want weet je, met boksen werkt het anders. Kijk, Tony Jas is bij ons in de uitzending geweest. Dat word je talk, toch? Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik vond het een goede uitzending. Een hele goede uitzending, ja. Ja. Tony Jas, die legt gewoon uit. Kijk, hij heeft hier ook zijn ding gedaan in kickboksen. Ja. Maar hij zegt ook van, ja, je moet er naartoe gaan. Je moet daar record gaan maken. Ja. En je moet hopen op een 10-0 of een, weet je, een 15-0. Dan ga je interessant worden. En als je dan die grote gasten in elkaar slaat, dan ga je interessant worden. Dan ga je money kunnen maken. Ja. Maar het is niet even van, we gaan even boksen of we gaan even dit en hup, klaar. Dat is niet zo. Ja. Maar gun het hem wel. Ik gun het aan benen wel. Oké, okay, ja. Dan ga ik even een beetje vervelend doen, zeg maar. Niet ten nadele van Abena, maar gewoon een vraag. Dus je gaat niet met billen snorkelen? Nee, je gaat niet met billen snorkelen. maar denk jij dat hij het zou kunnen redden? Abena. Los van hopen. Mm. Hopen is iets anders. Ja. Of los van Abena. Denk überhaupt dat een kickbokser binnen Glory... Nee, laat Abena. We scotten Abena. Laat Abena. Denk je überhaupt dat een kickbokser uit Glory het kan maken, redden bij het boksen in Amerika? Want dat is waar je naartoe wil. Echt het boksen. Er is eigenlijk nog niemand die het heeft gered. Zelfs Tyron Spong niet. En hij was goed. En hij was echt goed in boksen. Weet je wie echt goed in boksen was? Regilio Tuur, Don Diego Poeder. Ja. En Tuur heeft het wel... Enigszins gered. Ja, want hij heeft eigenlijk want alleen bij Olympische Spelen. Ja. Alleen bij Olympische Spelen heeft hij goed. Ja. Had hij zilver toch of goud? Ja, had hij gehaald? Ja. Maar... Het in Amerika maken. In Amerika maken. Maken, dat heeft hij niet gedaan. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Don Diego Poeder ook niet? Nee. En daar, kijk, ik denk... Arnold van der Leijden ook niet? Er is wel één jongen. Ik ben alleen zijn naam vergeten. Ja, hij vecht nu bij Mayweather, toch? Bij Mayweather. Ja. Hij komt van het kickboksen. Ja. Maar hij was echt... Maar hij is 16, hij was jong. 12 of zo hadden ze hem hier gehad, toen hij 12 was. Gepakt, ja. Ja, maar ik weet niet meer, ik ben zijn naam vergeten. Maar volgens mij weten de kijkers wel hoe die heet, maar... Volgens mij gaat hij nu ook, laatst een partij, volgens mij gaat hij nu ook 3-0, 4-0. En dan kan je nagaan, hè. Ja. Die hebben ze genomen toen hij 12 was. Ja. Maar nu, kijk, Tony Jas is volgens mij al 2... Nee, hij is bijna dezelfde leeftijd als Damien. Dus hij moet ook 4-25 zijn. Ja. Dus kijk, het is gewoon een... Ik vind het moedig dat ze het doen. Moedig dat ze de poging wagen. Ja. Maar het is wel een moeilijke weg. Kijk, ik vind wel... Laat me het zo zeggen, ja... Kijk, je wil mensen niet jansen. En ik vind wel dat iedereen die het ambieert, moet ook echt proberen. Ja. Weet je, zonder meer. Weet je, alleen, hetzelfde heb ik eigenlijk ook een beetje met MMA. Ja. Kijk. Maar daar hebben mensen wel meer kans. Ja, meer kans. Maar kijk, ik zie het zo, hè. Kijk, toen je ging kickboksen, het is omdat je goed was en je hield er echt van. Nu, ik heb het idee dat veel van die kickboksers... Wel van MMA houden, maar niet zo als dat ze van het kickbox hielden om het te gaan maken. Ja. Snap je? Ja. Nu wil je meer MMA gaan doen, omdat je langer door kan, UFC, je kan doekoe pakken. Ja. Maar het is niet echt van, hey... Het is niet je echte liefde. Ja, het passie is vanaf je het liefde. Stel je voor, UFC was er niet en je zou geen doekoe maken, zou je dan alsnog de UFC, of tenminste de kant van MMA opgaan. Ja. Weet je? Ja. Nee, dat zouden ze niet doen. Nee, snap je? En daarom, het moet wel echt de liefde zijn voor de sport. En dat kan komen. En sommigen zullen het halen. En ik hoop dat meerdere het halen. Weet je? Sowieso. Helemaal voor de Nederlandse sporters. Ja. En de Nederlandse vechtsporters. Ja. En ik hoop ook dat ze het halen in boksen.
Alleen het is wel een heel, heel, heel andere... Ja. Weet ja. je? Maar ik vind het goed wat je net zegt, hoor. Ik vind het ook mooi wat je net zegt. Kijk, als ze het ambiëren, moeten ze het gewoon natuurlijk... moeten ze het natuurlijk proberen, maar... Ja. Weet toch, als je ergens goed in bent, moet je dat... denk je juist uitbreiden. Zo ver mogelijk kijken wat je kan bereiken met... Met de sport waar je heel goed in bent. Mm. En als je natuurlijk ambieert, andere dingen ambieert, moet je dat doen. Ja. Maar het eerste was, oké, en met Mike. Alle vechters die naar Mike gaan, worden ineens veredelde de boxers. Ik begrijp wel wat wie zei dat? Ik begrijp wat hij zegt wel. Wat was het dan zo? Winston, 1976. Ik begrijp wat Vincent zegt. Ja. 1976, ik begrijp het wel. Ja. Omdat er wordt van, want dat heeft Yuri Mes ook een keer bij ons aan tafel bij Warrior Talk gezegd van, en Yuri Mes is echt één met Mike. Ja. Daar, Mike zegt gewoon van luister, waar gaan de meeste mensen op neer? Op handen. Ja. Dus we gaan die mensen neerslaan. Ja. Terwijl ik denk altijd van. Het is wel een goede filosofie. Is een goede filosofie, alleen als je het zelf makkelijker wil maken, ja. Trap je die benen kapot. Ja. Maak je een combinatie van ja. Stoten, trappen, knieën, ja. Stoten, trappen, knieën. Brrr. Ja. En op een gegeven moment gaan die handen vanzelf zakken. Mm. En wat doe je dan? Dan kan je makkelijker neerslaan. Maar iemand die vers is, staat alleen maar zo hoofd, staat alleen op zijn hoofd, alleen maar zo hoofd verslaan. Die houdt nog lang vol hoor. Ja. Die houdt nog lang vol. Weet je? En ik heb daar een andere gedachte bij. Ja. Ja. Met alle respect voor hoe Mike het doet hoor. Want ja, wat dat betreft heeft hij meer kampioenen gemaakt dan ik. Ja. Dus. Dan zeg je eigenlijk altijd degene die wint heeft gelijk. Ja. Alleen, ik zeg wel van, bij sommige vechters... Is het wel overduidelijk dat je die trapper erin juist, moest gooien? Want het blijft een sportkick. Want ze gaan tekort komen. Ze gaan tekort komen als ze bij de absolute top komen. Ja, ja nee zeker. Ja, nee, 100%. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.